Zo ziet de Jezus op de tekening eruit. En zo de Jezus in Berlicum. In Berlicum inderdaad, ja. Ons mooie Berlicum. Ik ben hier 54 jaar geleden geboren en getogen. En ik zag de foto van dit Jezusbeeld met een kapotgeschoten kerk op de achtergrond op de website van Omroep Brabant. En u dacht, dat is bij mij in het dorp. Nou ja, het kruisbeeld is natuurlijk anders dan de kruisbeeld op de tekening. Dit beeld hangt duidelijk hoger. Maar het kan natuurlijk zijn dat het artistieke vrijheid is die de artiest genomen heeft. Daarentegen is de verwoeste kerk op de achtergrond. Lijkt wel heel veel op de kerk die ik, waarvan ik foto's heb gevonden op het internet. En die is ook hier in Berlicum? Die was hier in Berlicum. Was hier in Berlicum. Ja, de kerk is na de oorlog, Berlicum is in 1944 een van de meest zwaar getroffen gebieden in Brabant, op Overloon na. Direct na de oorlog is de kerk wel weer hersteld, maar wel in een heel andere vorm, vooral een andere gevel. Die gevel stond ook verder naar achteren als de oude, zo gezegd. U heeft ook tekeningen, hè? Of u heeft ook een foto gevonden van hoe het er toen uitzag. Hou het eens even erbij, want dan ben ik wel benieuwd of dat een beetje klopt. Deze afbeelding is natuurlijk genomen vanaf de achterkant van de kerk. En dit vanaf de voorkant, maar ik denk toch dat de gelijkenis... Wacht even hoor. Dat is inderdaad een kapotgeschoten... Maar je weet niet van welke kant de schilder geschilderd heeft natuurlijk. Ik zou het niet weten, maar Jezus lijkt niet. Nee, Jezus lijkt niet, hè? Hij is een heel andere Jezus. Ja. Ik weet het nog niet hoor, deze Jezus hier in Berlicum. En de Jezus op de tekening. Ja, het is toch echt wel een hele andere, hè? Het is echt een hele andere Jezus. Ik denk dat we nog niet klaar zijn, Patricia. Ik denk het ook niet. Maar